ieder dorp aan zijn kermis. Weken op voorhand wordt ook gezorgd dat bij de kermis alles in orde wordt. De gevels worden gewit, van onderen een loog gedroog. De vensters worden gewassen, de gardijnen afgedaan. En als je wat mal zo zat, dan moest je de week van kermis nog gaan zien voor ook een nieuwe gardijn. Want dan was die in de komp gebleven. Hè? En dan feitelijk, de week voor kermis, dat was een week. Ja, voor de vrouw was dat een week, dat was een kapotmakerij feitelijk. Hè. Want alles moest schoen gemaakt worden. Dat begon smoondas, de bomsel, dat rookte tot op stroot. Want van ver in de goeie plak, want allemaal aan de ene tijd een goeie plak. Hè. Naast dat de living. Maar vroeger, de goeie plak, dat was in feite niet, er kwam niemand. Nee. Wie kwam dan? De pastoor, uit hem zag. De dokter, als het net te kaart wordt en je moest hem niet in confiance vragen. En als je duwt wordt, dan kwam je erop. Dan had je feitelijk het meeste plezier ervan. Want dan mocht je door 3 dagen en 3 nachten blijven liggen. En voor de volgende rest blijft die deur daar. Maar bij de kermis ging die deur open. En dan worden die meubels geboomd, hè? Want alle mannen in die tijd nooit een oorlog begonnen op te komen dat de mensen een eetplek gekocht hadden. Dat was een tafel en 6 stoelen en een vertrainenkast en een lang schaap. En dat was of het uitgewerkt was. Maar dat was door men opgeplakt. Want de schapen die poetsten voor de stoof stonden door vloog dat geplakt vanaf. Pa dan een olke zomerse werk voor dat geplakt terugtangen, maar eens dat de stoof er kan worden, vlogen die terug de keuken in. En dan worden die meubels geboomd, ja, maar zo belachelijk worden de mensen dan. Dan boomden ze alles en als het kermis woord, dan broken ze de meubels uit en dan moet je eten aan de tappen zijn toch. En dan thuisstas, dan kwam feitelijk het groeit werk. Want in dat vertrainenkastje van vuur, daar stond in feite het schoenservies. Van boven het caféservies, op de tweede plank het eetservies. En van onderen, daar stonden de deusjes van de kaakborden. Grijs van de stap. Maar dat mocht niet voortkomen. En als de facteur niet van importantie gebracht had, dan zaten ze dat ook in het vertrainenkastje, verzeker net te vergeten. Maar dat servies afwassen, dat was iets van een man van een andere wereld. Hè. Ja, maar dat servies, dat was niks zuur. Want dat was iets wat ze de tijd gespaard hadden, de bonks van de fort. Allemaal hetzelfde servies. Een wit servies, berouze ruusjes en een groot biesje van boven. Als het water wat veel warm nam, dan moet je oppassen of het koot ook in de boombak. Maar dat moest afgewassen worden en mijn germ die was dan steeds dat zo blij dat alles afgewassen wordt, dat het toch niet van schijnen af had het al uurke wordt of een uurke van het jeetje af. Hoor. En dan konden ze dat verder doen, dan moesten we nog wat koper geschoerd worden. Alle mannen hebben zin in zijn koper staan op de schouw van die bussen. Nog erger nog alle minuten goed korlog werden hoor. En dan een kruis en 2 kengen lezen, dan moeten ze er aan helpen. Dan gaan we ze zo'n gruwe onderbroek van een aardtaal. En zo'n duurske savassuil moet je kloppen. Want daar wordt niks weggegooid, hè. Er is iets van die gruwe te broeken. Dan kon ze 5 kilo pataten inropen. Ook het koper te verschuren. Nou, zou dat niet meer gaan, hoor. 5 kilo betaten in een onderbroek raken. Naast meer elastiek als stof, hoor. Maar goed, vroeger was dat zo. En dan nooit doen, gewoon eens dat nooit doen, als de kinder thuis worden van de schoot, dan moest door struisel gesneden worden. He? Maar als de prinsesse doorkwam, moest door gestruid worden. En dat was dan gewoonlijk het papier van de chocolade, dat wordt bedien gaan voor struisel van te snijden. Wie moest het dat chocolade eten? Ook we wonen nog, nee? Maar je zou chocolade eten, want wie moest de schuwen struisel hebben? 6 maanden op jaar wordt dat papier bedien gaan
verstruikseld. Want het zijn een en zes maanden op jaar wordt dat papier bediend gaan vanuit de Congo te schieten. Dat gaven ze mee aan de missionarissen. Als die dan in oktober vertrokken, dan laden ze die mensen bij zilverpapier. Wagons en wagons zilverpapier, allemaal naar de Congo. Als ze door de Congo bij duinen, daar vroeg ik me naar nog aan. Nou komen die van Inger nou even rijden de mis te lezen. God geef dat die dat zilverpapier maar niet meer terug bij me, want... En dan... Dan moest dat struisel gesnikkerd worden, want ze had twee bloren aan haar hand. En net de groeven te stuiken zijn, want dan had sluppels leven hier allemaal. En die schoendoes die moest vol zijn. En dan als dat gedaan was, dan was er in feite al veel werk gepasseerd. Dan moest er donderstags begonnen maar een kop te breken van waar gaan we koken. Hé, als het kermis was, moest er toch iets speciaals zijn. Verop, sop, biljon. Alle mannen hebben zin in als ze een inlopen. Die moest draaien. Daar is wie aan en in zitten, die was 17 jaar en oud. Maar zij doet hij en doet het, want de 14 dag wil hij even een rijbewijs. 3 dagen heeft hij in opgestaan, 3 dagen. En toen was de kasserol maar van die nog. Toen kookten ze dan bouillon van, hè? Dat was dan niet, dat stond dan op. En als het kwam dan krollen vet op, dat gelijk stukken van 20 frank, hoor. En dan achter nooit uit het vlees van bijen af, en dan maakten ze dan vidij van, hè? En dat was in feite niet iets krachtig, dat moest erbij zijn, hè? Ze dus zagen al een bouillon, en zagen een vuilgerecht, en dan de plat, kanijn. Allemaal aan de opgangen met fruitkast schoot. En daar staat een jong kanijn in. Nou hebben we allemaal 27 containers, maar vroeger, hetgeen we aan de container in doen, kon aan die kaas in. Al de neuverschot kon aan die kaas in. En dat kanijn dat moest niet anders doen dan eten, 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 eten. Dat wordt zo dik dat je ook dan op de lange liste nog niet mee gedrein in die kaas. Dat hield model van de kaas. Dat was een vierkantig kanijn dan. Hoor. Dat was gemakkelijk uit de schuiven moesten wisselen. En door vol pramen bever de klats. En dan kroketten. Nog zo'n smolder. Na de kroketten moet hebben, dan trekt ze een diepvriezer open en dan reddelen de kroketten nog aan tijdje. Maar vroeger kroketten maken, dat was trafiek. Hè? Dat was thuis op straat zo wie met zin, moet die worsten zo water van. Dan moeten ze dan reserveren, beëren met dat zuiver. En dan kunnen ze dat krijgen van half 3 tot 4 uur. En dan moeten ze zorgen dat ze rond wordt bedekt. Heel de familie wordt daar gemobiliseerd. Alle man moest komen helpen. Dat was een smodder van de andere wereld. Heel de tofel stond vol met patatenpuree. Wit van ik, heel van ik, mijn schuiten kapot gebruizeld. Alle man was door mij aanwezig. Baten mijn zuster, de ene. En zat we de volder. En die mocht thuis de keuken nog niet in, want dan vullen de kroketten kapot. In mijn ogen was dat luchtig, want die mocht geen mayonaise maken. Die mocht niet helpen als door gelei moest gekookt werden. Die mocht niet helpen als door moest geslacht werden. In mijn gedrag was dat een goede manier van luchtig. En wat namen ze dan bij voor legumen? Dat was dan slot. Want in de hof was slot. En je zout slaat in. Slaat en bonnen. Alle dag. Bonnen bij melkzaas, bonnen bij ikzaas, bonnen zo uit het water, bonnen bij mayonaise, bonnen bij jerk. Je alle dagen bonnen en slaat en bonnen en slaat. Je wordt op de lange liste zo muiftig. Je wordt blij als door een stel puurgoed wordt. Dat toch een ziet anders wordt. En dan natuurlijk, ja, dat was het dan de kermis menu. En vlaai, nog zo'n komen. Alle man wil vlooi bakken en niemand daar in een oven. Dan moeten die pannen op het torenhuizen gereed maken. Dan moeten dat tekelen en dan moeten die pannen uit de bekker gaan. En de bekker die bakte ook die vlooi.
Natuurlijk had niemand daar zijn eigen vlooiaster thuis. Moe koos die beker dan uit. Ze droeg naar Barber drinnen en ze kwam bij Brekeuze terug thuis. En dan zat er dat snoenis dan uiteindelijk. Dan was mij content. En dan moesten natuurlijk zoveel, moesten die kinderen nog allemaal gewassen thuis werden. We worden dan beneden geworden, dat was een hele trafiek. Dan moest die bassin ingehaald werden. En dan wordt er een koot gespannen van aan de hoek van het schoop van boven tot aan de sabrang van de duif. Door laken, over en achter het laken moet ik wassen. Die de eerste woorden, ja, saus. Die had kruipel en warm water en die aan een bol zonlicht zien. Die het liefste woord, die had geen waar van boven nog drop plak van. Het water bleef even warm, want allemaal piste erin. En dan als allemaal gewassen wordt, dan moet je slopen gaan het zand en dat. Dan was het kerst. En dan s'morgens moet je opstaan. En dan wordt een deel die moesten thuis blijven en een deel die moesten in de processen gaan. Wat? Ik en mijn zuster wie ook in de processen. Ik was ja, Sint-Janneke. Ik ben daar lang geweest totdat het veld te kort wordt. Nu moet je oppassen op de zag-Janneke. Wat? En mijn zuster deed ook bij de zingende maag. We zoeken een palm in haar aan, die haar een derde jongen al vast. En ze bleef gaan, ze moest alleen maar zingen kunnen, zei ze, van de rest wordt niet geklapt. En dan worden er door die thuis blijven, die hadden nog een werk. Die moesten een trapeau uithangen, die moesten zorgen dat de bougies aan worden als ze hier doorkwam. En die moesten stroom. Maar stroom, dat was een werk. Ze moest eerst de stro uit borstelen. En dan gooien ze zo vol papier. Dan met hun hand doen, dan geven ze ook een gasbuur. En thuis, wie gooit de papier? Dat van die chocolade. Wat? En dan moet ze eerst bij de spuit de steen wegnaad maken. Dan blijft dat struisel plakken. Met haar sneven gooien ze hetgeen wat ze vandaag afgesneden hadden. En door lag het groen. Maar die aan die kant, die gooien de witte zavel. En de stroot die droeg dan thuis af. En wie hadden die dan nooit gemaakt bij dat water? Ze dus door wat de processen door de muis ontkomen. Enfin, goed, en dan was de processen in en dan kwam ze thuis. En dan wordt ook eten. En dan, 9 van de 10 keren, mama kroketten vullen kapot. Mijn zuster er vet. En dan als de vlooi op wordt en de tjetjes café worden uit, dan koken we de kermis op. En in zijn truin op de kermis doen wij jaren een bokstent gestaan. En dat was de bokstent van Jeff Baudet. Jeff Baudet is meer dan 50 jaar naar zijn truin komen en die man aan bokstent. En dat was zoiets, dat fascineerde altijd. Daar bleef allemaal ontstaan voor te zien wie dat ging vechten. Doe de ogen daar en denk terug aan de tijd dat je voor de bokstent stond van Jeff Baudet. Hi-ho, hi-ho, het werk is weer gedaan, dan was het dan weer toch.